natuurlijk, vorig jaar hadden we de Youth League, maar ja, we pakken het net zo op eigenlijk als vorig jaar hoe de Youth League werd opgepakt. En ja, we pakken deze wedstrijd gewoon serieus aan om ons ook te kunnen vergelijken met de top van Europa. Ja, het is altijd kijken. We weten niet wat we moeten verwachten. Trainers hadden wel wat beelden geselecteerd van bij Leverkusen. Daarin zag je wel duidelijk hun speelwijze. Eigenlijk dat ze ook veel willen opbouwen. Eigenlijk een beetje dezelfde tactiek willen gebruiken als wij. Alleen dan moet je op het veld laten zien wie er beter is. Maar ja, ze staan bekend om doorgaan tot de laatste minuut, de laatste seconde. In het begin zoeken naar de juiste methode, want we hebben veel verschillende tactieken getraind om er doorheen te spelen vooral. Maar we zagen daarna dat vooral de ruimte lag met drie opbouwen en dan crossbal zoeken of juist tussen de linies en dan kijken hoe ze mij dan konden bereiken of de buitenspelers. Ze gaan door op de speler, ze hebben wat tikken uitgedeeld. Je ziet het wel bij ze Duitsers, dus ze zijn hard. Ja, ik zie die bal gaat richting Robin, dus ik wist al, oké, ik moet toch aanspeelbaar zijn om bal sterk te kunnen houden. Maar in mijn ooghoek zie ik ook dat die centrale flink met me mee rent. En ja, hij tikte hem net juist iets naar links, waardoor die centrale een beetje uit balans was. Ik geef hem een setje en ik ga weg. Ja, als ik alleen op de keeper ga, dan vind ik wel dat het minimaal een goal moet zijn. Ja, je merkt wel dat het fysieker is. Het speltempo ligt toch wel wat hoger. En je merkt wel dat het groot niveauverschil is met de competitiewedstrijden. Ja, je ziet bij ons, we trainen hard. Dus heel intensief ook. Dus je ziet bij ons het plezier. Je ziet dat we erop trainen. We waren gewoon veel beter. Het was een zeer volwassen wedstrijd, volwassen overwinning ook. We hebben goed over de streep getrokken. We hadden wel meer doelpunten moeten maken, maar al met al een goede volwassen overwinning.